Ja, dan is er een beetje eentje niet in orde. Nee, dat was onze Rijka. Die is niet helemaal in het velletje. Ja, ook zit ik natuurlijk over mijn dochter Karin in. Want die moest vandaag geopereerd worden en ik heb toch op heden nog helemaal niks gehoord. Nee. Goedemiddag lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog, uiteraard van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer dinsdag 8 februari en we leven om 14:33. Ja, ik had al langer met de meisjes uit geweest kunnen zijn, maar ik moet iedere keer het een en ander opruimen. Er is er eentje een beetje niet in orde. Ja, er is er een beetje eentje niet in orde. Nee, dat is onze Rijka. Die is niet helemaal in het velletje. Hé? Het is al een aantal keren overgegeven. Ik heb net ook weer staan te dweilen. Arm hoopie. Hé? Ja. En daar hebben we Elwing. Die denkt, we bekijken het allemaal maar. Ik vind het allemaal wel gebakken. Maar ja, in ieder geval, ik heb dat allemaal al op moeten ruimen en doen. Vanochtend vroeg om 6:00 begon ze al. Het was nog niet eens 6:00. Maar vlak voor 6:00. Maar in ieder geval, toen begon ze al. En ja, dat is de hele ochtend doorgegaan tot net aan toe. En het is alweer 2:30. Dus ja, maar het is meer water wat eruit komt dan wat anders. Dus ja, ik weet niet wat ze heeft. Maar eventjes aanzien. En nou ja, ze geeft het zelf wel aan. Als ze weer gaat eten, dan gaat ze weer eten. Weet je, ze kent erbij. Maar ja, ook zit ik natuurlijk over mijn dochter Karin in. Want die moest vandaag geopereerd worden. En ik heb toch op heden nog helemaal niks gehoord. Nee. Dus de tijd die zij door had gekregen gisteren, dat is vanochtend vroeg alweer veranderd. Want ze moest eerst om 12:30 melden en later was het om 12:30. Ja, het staat op mijn telefoon. Ik kan het nou niet zien. 11:30 geloof ik. Een uurtje eerder geloof ik. Ik weet of 10:30. Ik weet het even niet meer. Eén van die twee. Maar in ieder geval, ja... Ik heb nog niks vernomen. Ik weet het niet. Ik zit wel over erin. Mogen jullie best weten. Want ja, hoe lang duurt zo'n operatie? Hoe is het met haar na de operatie? Maar ook dan kan Roderick me eventjes appen. Ja, of bellen. Maar ja, ik ga nou wel eerst even naar buiten, want het is prachtig mooi weer. En ja, dan gaan we lekker even van genieten. Misschien dat Rijka daar ook een beetje van opknapt. Ja, de meeste mensen wel. Hoe het met dieren zit, weet ik niet. Maar laat het hopen, hè. Ja. Dat, we gaan er gewoon weer voor. En ik zou zeggen, geniet van alles mee wat jullie doen. Maar ook zeker met wat wij doen. MUZIEK